Pop, dag 2. De beroemde zondag is weer aangebroken. Vandaag gaat het een klein stukje drukker weer als gisteren. Gisteren worden er een kleine 40.000 man op het terrein. En vandaag verwachten we er toch eigenlijk wel een 50.000. Zeker omdat ook vandaag de headliner Linkin Park een hoop volk gaat trekken. Niet alleen op het festivalterrein wordt heel gewerkt, maar ook achter het festivalterrein. Niet alleen door de mensen van Pinkpop, maar ook door de mensen van L1. En de tv-crew van Pinkpop die zit in een Shafkiet. En daar gaan we nu eens heel even kijken. En in die Shafkiet, veel spullen, maar ook harde werkers. Oscar Bussen doen. Ik ben bezig de laatste handen leggen aan de laatste 14 minuten die we Dat is ongeveer 7:15, hè? Wat is de deadline dan? Want dat moet natuurlijk nog naar Maastricht, hè? 3:30. Ja, echt hoor? Dat is kijk wat heb je al? Wat heb ik al? Ik ben bezig met The Cure. The Cure fan. Ik dacht dat het de zanger was van The Cure. Ja, en de liet er waanzinnig op. En dus te gek, mensen zitten gewoon foto's van hem te maken. Ja. Dus ik om het veren met filmen horen, dachten mensen dat het een echt was. Ja, en dat is gewoon heel leuk. Ze levert heel veel leuke reacties op. Dit is de echte toch? Hij lijkt er echt op, hè? Goeie dag. Vanavond op tv? Vanavond op tv en ik had het al van gehoord. Dus, en dan maandag aflevering 2. Oké, okay. Zit hem ook op de website, hè? Vandaag nog dingen. Ja, dat moet ik zeggen. En anders smel je brug. Ja, ik laat ik met rust. Doei, 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 doei. Doei.